Op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een aantal personeelsleden vandaag zijn beschikkingen in ontvangst mogen nemen. Minister André Misikaba legde bij deze gelegenheid het proces uit dat voorafgaat aan het indienstreden. Volgens hem is er heel veel werk verzet om de achterstand in rechtspositie in te lopen. We hebben nog een hele bunch, maar na de verkiezingen gaan we door, sprak de bewindsman. We kennen de periode, we weten dat u in een bepaalde periode hebt geleefd van onzekerheid. Je wil natuurlijk vooruitgang hebben in je leven. En het heeft even op zich laten wachten. Begrijpt u dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet alleen sociale zaken heeft? Het heeft verschillende andere ministeries die ook met zoveel personele zaken zitten die afgerond moeten worden. Al met al zal altijd de ODAD met haar team van PZ het werk voortzetten, indien nodig de correcties en aanbevelingen die naar binnen komen oppakken om zodoende de personele zaken van ons rond te krijgen. De afgelopen week hebben we al ruim 50 mensen blij gemaakt. Vandaag gaan we weer een aantal mensen blij maken en het is in de bedoeling om de komende periode door te gaan werken met betrekking tot afhandelen van de persoonlijke zaken van u, zodat u ook lekker kunt gaan werken, uit die onzekerheid gaat geraken en dat wij dus het ministerie naar hogere hoogte kunnen brengen met uw inzet. Ik wil u alvast hierbij feliciteren en ik reken erop samen met het team dat u harder aan de slag zult gaan en dat u ook anderen blijft motiveren, geloof te hebben dat ook hun zaken in orde komen. Om te benadrukken wat de directeur heeft aangegeven, is het misschien goed om kort met u te gaan over het traject hoe iemand in dienst wordt genomen bij de overheid. Wanneer iemand solliciteert naar, in dit geval, SOSAVO, soms zijn het algemene, hoe noem je dat, open sollicitaties. Soms komen sollicitaties binnen via iemand die al werkt bij SOSAVO. En soms is het zo dat er een sollicitatie, iemand wordt aangetrokken vanwege de dienstleiding. Die brief komt binnen. Wij van SOSAVO maken een raadsvoorstel op, zoals dat wordt genoemd. En het wordt gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat voor die totale overheid is het ministerie van Binnenlandse Zaken die mensen in dienst neemt. U weet, het ministerie van Binnenlandse Zaken is de grote, beheert de grote administratie van die totale overheid. Wanneer ons raadsvoorstel naar BISA is gegaan, dan duurt het minimaal 3 tot 4 maanden voordat wij een besluit krijgen. Want Binnenlandse Zaken gaat daarna, is er inderdaad een vacature daar, voldoet de persoon conform visio aan die positie waarin men de persoon wil plaatsen. En als Binnenlandse Zaken dat goedkeurt, dan komt er een missieve terug naar SOSAVO. Een missieve is een document met dat behelst een besluit van de overheid. Eigenlijk is een missieve geen stuk van de burger, het is een intern overheidsstuk. En in de missieve staat dan dat zo iemand, en er is een datum genoemd per bepaalde datum, wordt aangetrokken. De inschaling wordt ook aangegeven in de missieve. En dat document komt dus terug naar SOSAVO. En Sociale Zaken en Volkshuisvesting moet een conceptbeschikking maken op basis van de missieve. En in zo'n conceptbeschikking, want die inschaling is al aangegeven in de missieve, moet dan SOSAVO het bruto salaris dat zo iemand gaat verdienen dan aangeven. De afdeling waar de persoon gaat werken, u krijgt een personeelsnummer enzovoorts. En dat conceptbeschikking gaat terug naar Binnenlandse Zaken.